precies? Deze zitting ging in principe over de uitgelokte uitspraak bij het constitutioneel hof om enkele artikelen van het wetboek van strafvordering te toetsen. En wij hebben dus vrijdag bericht gehad, officieel bericht gehad, dat het constitutioneel hof dus vandaag in een openbare uitzitting haar uitspraak over het verzoek zou uitspreken. Evenwel, zoals u ziet, zijn wij dus hier ter plekke. Alleen is er geen openbare zitting. En voordat u me vraagt wat de reden is, wij komen van binnenuit. Wij hebben alleen vernomen dat de openbare zitting is afgelast. Maar de reden voor de aflasting is ons jammer genoeg niet medegedeeld. Wat was het verzoek? Het verzoek van de verzoekers is om artikel 369. Ja. Van een wetboek van strafvordering, maar in leemtaal om het duidelijk te maken, zodat iedereen ons kan volgen. Wij hebben dus aangegeven dus dat die artikelen die gaan over het uitsluiten van het gebruik maken van het middel van hoger beroep, als je dus uit de verstekssituatie komt, dat een zekere mate van discriminatie inhoudt en dat dus niet past meer binnen de hedendaagse en moderne rechtsopvattingen. En dat is niet zonder meer. Internationaal is de gedachtegang ook dat een verdachte niet kan worden uitgesloten van de gebruikmaking van ter dienste staande rechtsmiddelen. En een andere artikel, dus dat ook belangrijk, maar dus in het voortraject ligt van hoger beroep, is het verzet. Dus hoe het verzet hier wordt tenminste een verstekvonnis. Hoe dat hier wordt ingekleed. Ons wetboek van strafvordering zegt dus dat als een verdachte niet in persoon is verschenen, maar wel vertegenwoordigd is door een advocaat, dat er dan toch nog een verstekvonnis wordt verleend. En dat wil zeggen dus dat er geen tegenspraak is geweest, dus dat de verdachte zich niet heeft verdedigd, wat niet klopt. En dus dat hebben we ook ter discussie gelegd. Waarom zijn wij hier? Laat me dat alvast zeggen. Waarom zijn wij hier? We zijn hier op basis van een officiële uitnodiging. En als wij dan 's morgens geconfronteerd worden met een bericht, een inofficieel bericht, dat er sprake is van een afgelasting, dan zijn meester Kassel en ik verantwoordelijk genoeg om na te gaan wat daarvan waar is. Dat is onze aanwezigheid hier. Wij gaan niet af op inofficiële berichten. Wij houden vast aan het officieel bericht en daarom zijn we hier. Nu dat we hier zijn, hebben we gezien dus dat het inofficieel bericht wel een zekere mate van waarheid in zich heeft. Maar dat was voor ons niet afdoende. Wij willen de reden weten. En de reden hebben we jammer genoeg nog niet kunnen achterhalen. We kunnen komen op de reden. Als u vrijdag een officieel bericht kreeg, en tegen de achtergrond dat het verzoek al heel lang ligt bij het constitutioneel hof. En het constitutioneel hof had gezegd dat ze geen ruimte hadden om het eerder te behandelen. Wil het zeggen dat de uitspraak waarschijnlijk of mogelijk wel op papier al is. En dat er een dringende reden aanwezig is om het plotseling uit te stellen. U vraagt me om te speculeren. En ik ga niet speculeren. Weet u, het hof heeft uitgenodigd. En volgens die uitnodiging ligt de uitspraak gereed. Het hof heeft daarmee te kennen gegeven dat ze ready is om het in het openbaar te doen. Reden waarom ze ons uitnodigen om de uitspraak in het openbaar bij te wonen. Want we hebben geen enkele rol meer. We hebben het verzoek gedaan en de volledige rol ligt dus bij het hof. En het hof heeft daarvoor een tijdsbestek van een jaar eraan besteed. En ja, en als je ons officieel uitnodigt om aanwezig te zijn bij de uitspraak, dan gaan we in, want wij willen natuurlijk, we hebben belang bij de uitspraak. Wat zou betekenen als de uitspraak van de het verzoek van de verzoekers was toegewezen? En wat zou betekenen als het niet was toegewezen? Kijk, als het toegewezen is, is het natuurlijk dan dat de weg wordt vrijgemaakt voor de wetgever om te gaan veranderen wat veranderd moet worden. Wordt het niet toegewezen, dan creëer je eigenlijk een rechtsonding. Want het hof, die ook geanticipeerd heeft op de uitspraak. En die anticipatie is niet zonder meer. Die anticipatie is gebaseerd op internationale verdragen en internationale reeds gedane uitspraken. Dus wanneer het constitutioneel hof, om welke reden dan ook, ons verzoek zou moeten afwijzen, natuurlijk zijn we dan benieuwd naar de overwegingen daartoe, maar je creëert naar onze mening, zonder dus daar inhoudelijk op te gaan, creëer naar onze mening dan een rechtsonding.
want het Hof heeft al geanticipeerd. Maar sowieso als het... Ja, ik wil die vrijheid nemen om te zeggen dus dat in ons voordeel, of tenminste dat wat we gevraagd hebben, onderbouwd gevraagd hebben, dus dat dat toegewezen zou worden, betekent dat wel dus dat vanaf dat moment die bepalingen niet meer toepasbaar zijn. Hè? Dus dat zou betekenen dus dat met die bepalingen niet meer gewerkt zou kunnen worden in het strafprocesrecht. Concreet in het geval van meneer Hoefdraad, als het gaat om die instaan van beschuldigingsstelling, zou het betekenen, als het wordt toegewezen, dat meneer Hoefdraad er geen strafproces zou zijn tegen meneer Hoefdraad? Nee, ik moet u corrigeren. Ik moet u corrigeren, omdat de instaat van beschuldigingsstelling een bestuurlijk uitgangspunt heeft. Namelijk, het bestuur moet eerst besluiten om de persoon in staat van beschuldiging te stellen alvorens die strafvervolging plaatsvindt. Wat wij aan het constitutioneel hof hebben voorgehouden, zijn concrete wetsartikelen die in principe onze cliënt zou beletten gebruik te mogen maken van een rechtsmiddel. Tegen die discriminerende werking van dat artikel zijn we dus opgekomen. En in het verlengde daarvan hebben we ook gezegd, kijk naar de internationale ontwikkeling ten aanzien van verstekzaken. De internationale ontwikkeling houdt in dat het uitgangspunt is, geen enkele verdachte hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling. En dat houdt tevens in dat hij niet verplicht is te verschijnen. En als hij van dat recht gebruik maakt, mag je dus niet via een omweg hem toch straffen voor het niet verschijnen. En zeker als hij zich laat vertegenwoordigen. Dus als hij zich laat vertegenwoordigen, is net wat meester Kastelein heeft uitgelegd, dan moet je vanaf dat moment uitgaan dat hij tegenspraak gaat leveren. En dan moet je dat vastleggen, vaststellen en dat toestaan. Wat nu? Wat nu? We hopen binnen een kortste tijd een officieel bericht te krijgen. En dan hopen we dat in dat officieel bericht dan ook de reden voor deze afgelasting is opgenomen.